Soraya van den Berg, coördinator van de verkiezingswerkgroep Legger, zegt dat er bij de verkiezingen in 2020 een extra stembureau te Nieuw Aurora wordt opgezet. Er zijn in dit gebied ruim 900 kiezers en dit is een overschrijding van het toegestane aantal van 750 kiesgerechtigden per stembureau. Tijdens een oriëntatiebezoek in mei heeft de werkgroep de bestaande stembureaus in het Boven-Suriname-gebied gecontroleerd op de bruikbaarheid en beschikbaarheid. Het is gebleken dat in de dorpen water- en elektravoorzieningen niet optimaal aanwezig zijn. Er zijn wel lichtmotoren, maar er is geen brandstof. Deze informatie wordt doorgeleid naar de werkgroep logistiek die samen met de districtscommissariaten ervoor zal zorgen dat de nutsvoorzieningen optimaal beschikbaar zijn voor de algemene vrije en geheime verkiezingen in 2020.